to meet our players. He is the former players' champion, who is simply known as the Athens Paul. Ja, het is echt een prachtig dartsavondje in Blackpool, want ook deze partij. Ja, het zijn weer twee absolute wereldtoppers. De nummer 10 van de wereld, Dave Chisnall, gaat het opnemen tegen Paul Nicholson. En Nicholson staat nummer 19 van de wereld, dus ook maar net buiten die top 16. En als je zegt, ach, Nicholson is nummer 10 van de wereld en Chisnall nummer 19, geloof je het eigenlijk ook? Zo dicht zit het dus bij elkaar. En dan kun je dus ook wel weer verwachten dat het een wedstrijd is die dicht bij elkaar zit. Dit zijn twee mannen, zeg ik dan, Co, die niet heel goed in hun vel zitten. En dus is dit een belangrijke wedstrijd voor hun allebei. Ja, Chisnall, denk ik dat het verhaal zo'n beetje is. Maar dat kun jij beter nazien dan dat ik dat uit mijn hoofd vertel. Maar die een beetje in de verdedigingsperiode zit van een hele goede periode 2 jaar geleden. Je zou het niet moeten doen. Jij hebt ook een heel andere visie erop. Jij zegt van, je moet helemaal niet kijken wat ik de verdediger heb. Je moet vanaf 1 januari alles opschonen en dan weer bij gaan verdienen. Ja. En dan weet je waar je staat. Eigenlijk is dat zo, maar zo werkt het voor de jongens helaas niet. Want ze weten natuurlijk, verdraaiden goed wat ze 2 jaar geleden op dit toernooi hebben gedaan. Of toernooi ervoor. Dus die zitten in de verdedigingsmodule. Ja, en daar zit Nicholson al een paar jaar in eigenlijk. 2 jaar. Dat hij eigenlijk hoger wil en ook hoger heeft gestaan dan wat hij nu staat. Maar goed, er komt altijd weer een omkeerpunt. En misschien vanavond wel. Hij is er goed genoeg voor, Paul Nicholson. Hij heeft bewezen dat hij ook onder druk kan presteren. Hij heeft een televisietoernooi gewonnen. En wat je ook zegt en wat iedereen ook zegt, je wint geen televisietoernooi als je niet tegen die druk kunt. Nee, helemaal mee eens. Was hij nou degene die wel van Taylor won in dat toernooi? Zeker wel. Ja, ja. De laatste maar dat was in de speler. Finale, nee, nee, nee. Oh, niet. Hij is de laatste speler die voor de finale van Taylor won en ook het toernooi nog won. Stond er me toch goed bij. Want ik weet dat jij dat ook zo'n dingetje vindt. Nou ja, ik vind het niet een dingetje, maar het, nee, maar het, is, het is nu helemaal zo. Ja, het is een feit. Ik kan er niks aan doen. Dat was in 2009 inmiddels alweer. Players Championship Finals. 79. Gewonnen dus door Nicholson. Hij versloeg toen in de finale Mervyn King, maar in de halve finale Taylor. Daarvoor overigens Adrian Lewis, al een aardig rijtje hoor. Dan heb je het knap gedaan hoor.
King. Lewis, Taylor op rij verslaan. Zo. Ja, en deze man, wat moet je ervan zeggen? 60. Het ziet er niet altijd even mooi uit, maar het kan zo effectief zijn. Er zit geen haast bij voor Nicholson. En dus kiest hij de, wat ik de meest logische weg vind, gewoon op die 20 blijven. Je ziet zoveel spelers die gaan dan toch naar de 777 toe. Als je hem dan gooit, gaat het publiek toch verwachten dat je ook voor die bullseye gaat. En als je dan een enkele 10 of een enkele 18 gooit, zijn ze nog boos op je ook. Ja, zo voorkom je alle problemen. Maar goed, 32 overgelaten. Nicholson houdt de eerste leg. En dus is daar de 1-0 voorsprong. Niveau ook meteen. 13 darts. Niet vergis. En Chisnall, de man die anderhalf jaar geleden Phil Taylor nog uit het WK knikkerde in de tweede ronde. Als een komeet omhoog gekomen binnen de PDC. Staat inmiddels op plek 10, stond zelfs even op plek 9. Maar je zei het al. Het moment van verdedigen komt ook steeds dichterbij dan. Dit toernooi nog niet zozeer, want Chisnall heeft 2 keer meegedaan op de World Matchplay. En is nog nooit de eerste ronde voorbij gekomen. In 2011 verloor hij van Mark Walsh. En vorig jaar verloor hij van Ronnie Baxter in de eerste ronde. En ik weet bijna zeker dat hij in beide wedstrijden toen favoriet was om te winnen. In die periode zeker. 130 finish voor Chisnall. Triple 20 nodig nu. Goed, je verdedigt misschien niet veel, Jacques, op dit toernooi. Maar je kan wel mooi iets terughalen wat je al verloren bent natuurlijk. Ja. Om de schade weer goed te maken. Ja, met name in de vloertoernooi heeft hij een aantal fantastische reeksen neergezet. Waarin hij echt heel veel won. Ja, en dan... Die is hij aan het inleven. Zullen een heleboel mensen wel weer denken, daar heb je hem weer. Maar als je kijkt naar de televisietoernooien, zoveel heeft hij niet gepresteerd daar zo. Tops voor Chisnall. Niet gegooid. En Nicholson is inmiddels wel dichterbij geslopen. Staat op 61. En die mag dus gaan proberen om Nicholson meteen te breken. Ja, dat zul je altijd zien. De bullseye gegooid, niet de enkele boel. En dus 3 en dubbel 4. Even goed staan, concentreren. En dit kan hij dus goed, hè, Paul Nicholson. Als hij de vorm te pakken heeft, is hij hier ijzersterk in. Hij is toch een beetje dat bad boy gedrag wel kwijt, hè? Een beetje, hoor. Nog niet helemaal. Er zit echt nog wel wat in, maar... Ja, ik ben... Je ziet hem niet meer op het podium gaan zitten. Zo met zijn benen en arm over elkaar van kom maar. En ja, toch, ik ben wel gek op Paul Nicholson. En dat, ik weet, dat klinkt misschien wel weer raar omdat ik een man ben. Maar dat maakt me dan even niet uit. Hoor. Ik ben gek op Paul Nicholson omdat hij begrijpt hoe ook televisie werkt bij darten. Televisie heeft gewoon behoefte characters. Aan characters. Ja. En in het echte leven valt het best wel mee met Nicholson. Die is goed, daar kun je heel goed gesprek mee aangaan. Ja. Die is echt niet dom. Het is ook nog een gezellige gozer waar je een gesprek mee aan kunt gaan. En hij denkt dieper na over darten dan alleen maar die pijlen richting het bord smijten. Maar je moet wel altijd de prioriteit op het pijlen smijten houden en niet op de bijdingetjes. En dat deed Nicholson misschien iets te veel. En hij is dus een dat beetje aangepast. Denk, ja, op zoek naar de juiste balans. Maar het geeft natuurlijk prachtige televisie. Je ziet het ook in de clips die rondom zijn wedstrijden zitten. Altijd worden zijn uitspraken daarin gehighlight.
als hij gaat zitten op een podium in de gehurkte haal, ja, dat krijg je terug te zien. Ja. Want dat zijn momenten die mensen zich herinneren. 100. Jacques, je krijgt van mij op dit gebied totaal geen tegenspraak. En daarmee bedoel ik niet, jouw schat, 100. Je hebt gelijk. Het gaat in een rustig tempo bij Nicholson. Gezapig ziet het er altijd uit. Ja, bedachtzaam, ja. Zullen we maar zeggen. Maar ja, goed, dat is nu helemaal zijn tempo. Chisnall zal zich dus moeten aanpassen. Dat zal mama niet leuk vinden. Misschien ook wel. 100. Goeie score nodig Nicholson nu om zijn eigen lek te gaan behouden straks. Mocht Chisnall natuurlijk 141 missen. Wil je echt wel een triple hebben? 65. David Ricard 141. Chizzy op 81 nog. Triple 19 gemist, 60 over. 101. Komt nog niet helemaal slecht uit. Nicholson 127. Ik zei het al, Jacques, hij kan dit wel. Dit is vaak zijn kracht, 127 op deze momenten. Triple 19 dan nu nodig. Net niet geraakt. Chisnall zichzelf helemaal terugwerken in de partij. En Nicholson terugbreken. De 2-1 stand. Goeie correctie hoor. Die eerste was nou niet echt doelgericht. En zelf beginnen maar. Eigen lek houden en dan wordt het gewoon 2-2. Zolang als het toernooi loopt zijn die twee dus ook bij elkaar. Wie weet zijn ze daar ook alle jaren geweest. Zou zomaar kunnen. Toernooi ook altijd in Blackpool geweest? Jazeker. Altijd in deze Winter Gardens. Dus na het WK het toernooi van de PDC, het langslopende toernooi van de PDC. En ik denk voor de meeste spelers, ja, jij kan dat natuurlijk veel beter, maar ook het toernooi dat je wilt winnen naast het WK. Ja, het WK wil je winnen vanwege de prestige. Je bent wereldkampioen en uiteraard £200.000 eerste prijs volgend jaar volgens mij ook niet. 250 volgens mij gaat het naartoe. Nou, ze mogen hem ook 10% geven, maar als je zegt qua atmosfeer, entourage en alles eromheen, is dit eigenlijk de nummer 1 hoor. Maar je bent geen wereldkampioen. Dat telt wel, hè? Dat telt. Dan moet je maar aan James Wade vragen. Ja. Lewis doet dat wel eens. Ik zeg, hoeveel titels heb jij elke weer, Wade? 6? Ik heb er maar 2. Dat zei hij heel lang, ik heb er maar 2. Hey, ja. Heel oneerlijk. Ik heb dat met Van Gerwe ook gehad. Ik zeg, het is allemaal leuk en aardig, joh. Maar je hebt bij de jeugd nog niet eens een wereldtitel. Die heb je al 2 keer gemist. Dat is een beetje pesten natuurlijk. En eigenlijk heel oneerlijk. Ja, iedereen denkt toch dat Van Gerwe nog wel een wereldtitel gaat winnen in zijn carrière. Ja, tuurlijk. Ja, of zeker. Even opletten voor Chisnall nu. Ja, dat is slordig hoor. Je hebt Nicholson gebroken en sta je nu in je eigen lek naast hem met Nicholson aan het bord op 161. Altijd harde werken voor niets geweest. Negentig over. 72. 160 voor Chisnall. Ietsjes beter weg, maar toch ook weer een onbegrijpelijke worp die laatste dart van Chisnall, vind ik dan. 96 om 64 over te laten, bij een 20 had hij 60 over gehad. Als je geen triple nodig had om na één dart op een dubbel te komen. Nicholson krijgt er maar één op een dubbel, dubbel 16. 56. En als Chisnall nu geen triple gooit, dan krijgt hij er ook maar één. Dus hij had die vorige worp misschien toch gewoon die 20 moeten gaan raken.
Eens even zien. Hij wel die triple geraakt. Dubbel 20. 44. Het is een veel voorkomend probleem bij Dave Chisnall, de dubbels. Het is, ja, ik wil niet zeggen een obsessie voor hem, maar daar zit het heel dicht tegenaan. Hij raakt ze soms ook wel eens heel goed op de juiste momenten. Game shot on the fourth flag. Paul Ingleson. Fifth flag is Paul de Vervest. Game on. Knipoogje van Nicholson. Ook daar weet hij dat er ergens een camera staat die dat registreert. En dat bedoel ik... Daarom doet hij het ook met zijn linkeroog, want rechts staat er geen camera. Nee, precies. Nee, natuurlijk. Ja, maar goed. En ik weet bijna zeker dat vanavond in mijn mailbox die foto ook valt. Want ook fotografen staan aan die kant en die maken foto's. Ja, dan breek je Chisnall weer. Beide mannen doen een beetje hetzelfde. En dan slordig beginnen in je eigenlijk. Niet geprofiteerd door Chisnall, dat niet, maar toch. Ja, niet tevreden, Chisnall. Na de eerste dart niet en ook niet na de derde. En het is hier al warm en dan sta je 's morgens op uit bed en dan denk je, weet je wat? Ik smeer mijn gezicht vol met verf. Dan koop ik het warmste pak wat ik kan vinden en dan ga ik hier staan. Ik ben een fan, maar er zijn grenzen. We hebben vroeger een spreuk gehad op televisie vanuit de overheid. Drank maakt meer kapot dan je lief is, geloof ik. Was het niet zo? 100. Ja, maar dat pak heeft hij toch nuchter aangetrokken. Ik kan me nog meer wijs maken. Ja, dan is er iets anders mis met hem. Nu is Chisnall die weer als eerste mag gooien voor deze lek. Die Nicholson is begonnen. Maar Nicholson heeft wel de betere finish over. ...80 voor Nicholson. Terwijl het Ingerland hier klinkt. Ja, Nicholson is eigenlijk net zoveel Engelsman als Chisnall. Maar dat zeg je, ja. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Eerst gaat Nicholson naar dubbel 10 toe. En die gooit hij. Dit is toch wel een hele knappe finish hoor van Paul Nicholson. Die de touwtjes stevig in handen heeft. Hij heeft de eerste 5 legs overleefd. Sterker nog, staat 4-1 voor. De eerste 3 darts van Dave Chisnall na de pauze leveren 26 punten op. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet als je 4-1 achter staat, Jacques. Nee, en ik heb het vanmiddag al even gezegd en tot nu toe klopt het ook nog steeds. Alle wedstrijden in de World Matchplay tot nu toe zijn gewonnen of verloren in de tweede sessie. Ja. Het is toch raar. Ik heb je gehoord, ja. Het is een beetje zo'n tussending. Ja, maar... Zeer zeker natuurlijk, als je deze stand ziet van 4-1. De meeste was het nog een 3-2 stand. Ja. Een paar van 4-1, maar er waren er ook wel enkele van 3-2. Dus hier is het zaak sowieso voor Chisnall om die tweede sessie te winnen. Anders dan wordt het echt een hopeloze situatie, ook al verliest hij met 3-2.
Hoe ga je zo'n wedstrijd... Je hebt vaak dit soort partijen gespeeld. Je speelt de sessies van 5 legs. Je bent daar ook mee bezig. Ja? Ja, je bent daarmee bezig, want je weet dat je 4-1 achter staat. Je weet dat je je geen verlies in deze sessie kan veroorloven eigenlijk. Omdat je eigenlijk dan al bij de eindstreep bent zo'n beetje. Die is al goed in zicht, hè. Ja, want dan kom je dus 7-3 achter. Hè? Dan in het beste geval nog. Dan moet jij de 7 winnen en zij 3. Dat wordt lastig, hoor. Vooral als je al weet dat je 2 sessies verloren hebt. Ik ben ook geen grote voorstander van al die breaks. Een break in een wedstrijd, prima. Maar na 5 legs, ja, ik vind het te snel. De wedstrijd is amper op gang. En ja, dan ga je alweer. Ja, ze willen jullie heel veel prijzengeld uitbetalen. Moet ook ergens verdiend worden. Zo gaat dat, hè? Ja, maar dat wordt niet betaald door de televisie, ben ik bang. Een goed deel wel natuurlijk, hè? Laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft iedereen nodig in dat circuit. Zoals bij elke sport. Ja. Ik denk ook niet dat er veel sporten zijn in de wereld waar geen televisie bij komt. Kijken en waar toch veel verdiend wordt in de sport. Dat is onmogelijk. Ja. 83. Goed. Chisnall heeft zich hersteld. Na die slechte start in deze leg. Kunnen we van Nicholson nog niet zeggen. Die is nog zoekende. 85. Dave, you require 82. Als we beginnen om de bullseye proberen te raken. Lukt niet. Ja, hij mist daar ook de 20. 70. En die mist hij ook ruim schoot zo. Het is een mogelijkheidje voor Nicholson om alsnog de lek naar zich toe te trekken. Maar gezien het vertoonde spel tot dusver verwacht ik hem niet. Triple 17 is gemist. Dus komt Chisnall terug. Voor dubbel 6. Zo dadelijk. 61. David Require 12. Maar ja, dan moet je wel die dubbels gooien. Als je dat niet doet en je blijft Nicholson kansen geven, dan gaat Nicholson die natuurlijk op een gegeven moment pakken. Ja, en dit zijn dan die finishes waar jij het zo vaak over hebt, Jacques. Tegenstander mist. Jij staat daar ergens tussen de 60 en de 100. Die moeten dan uit. Dan doe je je tegenstander echt pijn. 20, dubbel, 16. 38. Deze keer niet. En dus komt Chisnall ermee weg, maar dan moet het nu ook wel een keertje uit. Nummer 10 van de wereld, adel verplicht. Die dubbel 6 moet er gewoon in. En die gaat er nu ook in. Oké, terug tot 4-2. Ook Nicholson heeft het even niet, hoor. Soms gebeurt dat na zo'n break, Jacques. Ik ben het even kwijt. 140. Altijd neemt hij wel zijn tijd, Paul Nicholson. Ja, we zeiden het al even. Speelt voor Australië, Nicholson, maar hij is eigenlijk net zoveel Engelsman als dat zijn tegenstander is, hè? Want hij is geboren in Newcastle. 100. Hij woont tegenwoordig in Corby in Engeland. Hij heeft alleen daartussenin een periode in Australië gewoond. Ja, natuurlijk. En eigenlijk is het een beetje een enclave van Engeland natuurlijk, Australië. Ik meen mezelf te herinneren dat ik een keer ergens op een of andere geschiedenis nog meegekregen heb, geschiedenisles. Dat als je het in Engeland niet goed deed, dat je verbannen werd naar Australië. En misschien daarom juist wel. Dat hele verhaal. Dan zeg je, joh, jij bent een oude baasklant. Je hebt in Australië gezeten. 16. Volgens mij ben je geen Engelsman meer. Nee. Ja, volgens mij is hij getrouwd geweest met een Australische. In die tijd heeft hij in Australië ook het rankingcircuit gespeeld. Daar heeft hij zich weten te plaatsen in eerste instantie voor de Grand Slam of Darts ooit. Nou, het alweer over een tijdje terug natuurlijk. Moet ik er wel bij zeggen dat dat kwam omdat Whitlock deze kant op kwam. Ja. Want anders had hij dat niet gehaald.
Nou, dat weten we natuurlijk niet. Nou, dat kun je nooit veel, dat nou, weten we niet. Laat ik het zo zeggen. Ik ben daar een paar maanden geweest. Ik heb daar een paar maanden gespeeld. En alles wat uit de klok sloeg was Whitlock. En daarna was het of Stompé als hij er was. Of Nicholson. Die trouwens zich mateloos irriteert aan iemand in het publiek. 84. Ik zal me maar op mijn wedstrijd concentreren. Je kunt hier wel eens gebroken gaan worden. Maar kwaliteit heeft hij natuurlijk wel. Oeh. Ja. Oh, ik dacht even dat hij op 80 stond. Dat is Chisnell. Dat is Chisnell, ja. 57. Davey Require 80. Weer helemaal terug, hoor. Als Chisnell deze 80 uit weet te gooien, heeft hij één dart voor dubbel 20. En nu gaat de eerste pijl wel in de dubbel. En dus is hij helemaal terug. Na de pauze gaat het allemaal de richting van Chisnell op. Omdat Nicholson net even wat minder geconcentreerd is. 60. En omdat Chisnell de kansen nu dan wel pakt. Ja, we hebben natuurlijk nog een paar mooie wedstrijden te gaan ook. King Anderson hebben we gehad. U ziet dat links in beeld. Chisnell, Nicholson is bezig. Taylor gaat hij voor de zesde keer op rij, voor de veertiende keer in totaal de World Matchplay winnen. En Van Gerwe gaat ook een begin maken aan zijn toernooi tegen Colin Lloyd. Ja, Co, ik bedoel, je kunt het toernooi winnen. Je kunt het toernooi twee keer winnen. Je kunt het toernooi vijf keer winnen. Zes keer op rij dus. Maar 19 keer is dit toernooi gehouden. Hij heeft hem 13 keer gewonnen. Of hij heeft hem 6 keer niet gewonnen. Dat is makkelijker. Ja, datzelfde geldt ook voor een wereldkampioenschap, denk ik. Ja, daar zit hij ook op dat soort cijfers. Want daar heeft hij er 14 van gewonnen. En daar hebben we volgens mij ook net de 20ste editie van gehad. Een jaartje geleden wilde ik jou nog iets vertellen over de aantal televisietoernooien die meneer Taylor heeft gespeeld. En hoeveel daarvan hij er gewonnen heeft. En dan ook nog eens een keer met die finales. Dat is helemaal schrikbarend. Dat is gewoon niet normaal. Nee, hij verliest sowieso natuurlijk heel weinig finales. En ik ben ondertussen natuurlijk heel snel aan het zoeken naar dat lijstje wat jij het over hebt. Maar je zal me niet even influisteren, daar gaan we heen. Nee, 81 finales gespeeld, 74 gewonnen. Het is nog niet normaal. Nog geen 10% verloren van alle finales die hij gespeeld heeft op televisie. En dan speel je dus tegen de beste spelers van de wereld, hè, die finales. Als je dan straks tijd hebt, dan mag je ook nog even uitzoeken hoeveel televisietoernooien die gespeeld heeft. Als je erachter kan komen. En hoeveel hij er daarvan ook gewonnen heeft. Ik denk dat je dan ook schrikt. Denk ik zomaar. Chisnell ziet er naar uit dat hij gelijk kan gaan maken. Kan het 4-4 worden. Bullseye, ja, hij zal moeten. Niet geraakt, maar je mag het risico niet nemen met Nicholson op 167. Zoals altijd zijn tijd. Triple 20 al niet geraakt. Is geen finish. En Chisnell op 25. 33. Maar ja, die mist nog wel eens wat dubbels. Hoe doet hij dat nu? Dubbel 8. Ja. Dat is een beetje zijn verhaal ook, hoor, de laatste tijd. Het missen van die dubbels. Waar hij normaal zo goed in is. Maar goed, Nicholson niet veel beter af dan die 167 van zojuist. Mindere score, dus staat er nog steeds 134. Probeerde natuurlijk twee keer die triple 17 te raken. 32 over te laten, maar dat is even hopeloos voor de man. En wederom een kans voor Chisnell. Het is toch al de derde kans, hoor, in deze leg. En uiteindelijk met zijn laatste dart gaat hij voor hem gelukkig binnen. Je ziet het. Het is met hangen, wurgen, horten en stoten. Het gaat zeker niet vanzelf. Het finishpercentage van Chisnell zit op nog geen 27%. 4 uit 15. Ook Nicholson heeft 4 legs achter zijn naam staan. Maar ja, die had er maar 7 darts voor nodig.
En toch is het 4-4. Dan zou je 100. Denken dat Chisnall nog beter staat te scoren. En dat gevoel heb ik toch ook niet echt. Nee, de cijfers wijzen dat in ieder geval ook niet uit. Want beide mannen hebben 17 scorers boven de 100 gegooid. Heel apart. Dat er dan zo'n verschil in finishpercentage staat. Ja, de gemiddelden zijn wel ongeveer gelijk. Ja, daarom. Ik heb ondertussen het onderzoek gedaan voor u, meneer Stompé. Je hebt het nog voor elkaar gekregen. Ja, natuurlijk. Stond het in je statistieken? Ja, 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 het staat er. Ik moet alleen even opzoeken altijd. 122 televisietoernooien gegooid. 74 gewonnen. Chill, ja. Meer dan 50%. 66% zo'n beetje? Ja, zoiets. Ik had ook 66% van mijn wedstrijden won. Was ik al blij. Ja, dat zou ik ook blij zijn. 2 uit 3. Hè? Dan ben ik al heel blij. Ja. En hij doet het met televisietoernooi alleen al. En zijn winstpercentage in wedstrijden zit ergens rond de 90% tot 92%. Dat is niet leuk meer. Hij is al 20 jaar echt dominant. En jij, Co, er gaat nooit meer iemand komen die zo dominant is, denk ik. Niet snel. Nee, dan moet je er eentje hebben zoals Van Gerwen, die nu 4,25, wat is het is. En 16. De komende 30 jaar nog doorgaat, dan misschien. Maar ja, er zijn... Maar er komen te veel nieuwe bij, ja, ik wou dat zeggen, die ook goed zijn. Ja. Ja, dat is ook. Ja, absoluut. Maar het is niet meer zo, Jacques, tegenwoordig dat je, wanneer de loting komt, dat je eerst kijkt, zit ik in de helft van Taylor of niet? Maakt niet zoveel meer uit, want in de andere helft zit die andere verveel. En zo zijn er nog wel een paar. Nou, deze mannen zitten in ieder geval aan de kant waar Van Gerwen ook zit. Tot 24. Triple 18 en ja. Bolzai. Ja, al is het maar voor het gevoel, zou je bijna zeggen, want drie legs op rij zijn nu naar Chisnall gegaan. In die belangrijke tweede sessie. Chisnall kiest voor 2 keer triple 19 en dubbel 18. Nee. Dat zit ook een beetje in zijn spel verscholen. Het snatchen met de dart, ja, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Rukken en trekken. Oké. Dat is meer aan de darts, hè? Ja, ja, oké. Okay. Nicholson, 15, dubbel 8. Daar zal hij ongetwijfeld voor gaan gooien. Om maar weer eens op voorsprong te komen. Nee hoor. Dat had je toch niet verwacht? Stond op een finishpercentage van 67%. Ja, je ziet bij Nicholson het binnenin beginnen te borrelen een beetje. Ja, het is nu opgekropte woede wat er bij koken, hem heerst. Ja, hij staat te koken. We hebben in het verleden ook wel eens gezien dat dat er op een gegeven moment uitspuit dan richting dat publiek. Ja, irriteert zich ook ergens aan in het publiek. Ze gaan net al even kijken. Maar ook Chisnall, ja. Het is toch allemaal lastig en moeilijk hoor vanavond. Nicholson kan het niet geloven. Die denkt dat engeltje dat zit toch steeds op mijn schouder. Nu dan. Kuggen blazen. Concentreren. Dubbel 8. Tienduizenden keren in zijn leven geraakt. En dit is 10.000 en de eerste keer. In ieder geval weer even dat ritme te pakken dat hij een lek heeft gewonnen, Nicholson. Het was in deze sessie nog niet gelukt. En dus gaat deze sessie sowieso naar Chisnall toe. Tot nu toe heeft iedereen de wedstrijd gewonnen die deze sessie won. Ja, maar als hij met 3-2 wint, Chisnall, staat hij nog steeds achter. Staat hij nog steeds ruim achter. Dan zou het voor het eerst zomaar anders kunnen zijn. Ja, statistieken liegen niet. Nee, dat is waar. Ik ben een statisticus, dus gaat Chisnall deze wedstrijd winnen. Kan niet anders. Oh dear. Ja, schat, je hebt gelijk. 79.
100. Ik zei het gisteren al even, Jacques, die referees en die schrijvers op het podium. Terwijl we een 180 zien van Chesno. Die mogen zonder jasje vanwege de warmte, ook zonder slotdas. Ja. Nou, we Paul Hinks, George Noble en die jonge Kirk Bevins. Die hebben allemaal hetzelfde over hem dan. Oliver Rusbray. Die heeft dan eentje met lange mouwen en witte kraagjes. En moet allemaal net even anders zijn. Is dat toegestaan? Mag dat? We hebben die geen vaste kleding? Nee, we hebben geen. Ook als ik het toernooi sta, je moet gewoon je eigen kleding meenemen. Dubbel 16 voor Chesno. Om weer gelijk te maken. Ja, mooi hoor. Met een 102 finish komt Chesno inderdaad op gelijke hoogte van 4-1 achter terug naar 5-5. En dat betekent dat we gaan rusten met een gelijke stand. Thank you, ladies and gentlemen. 11th flag is pulled through first. Come on. Het is tot nu toe een wedstrijd met twee gezichten. De partij tussen Chisnell en Nicholson. Nicholson 4-1 voor naar de eerste 5 legs. En na 10 legs, na de tweede pauze, is het 5-5. En dat betekent dat de derde sessie de langste sessie normaal gesproken wordt. Want we spelen nu gewoon tot het einde door. 140. En Co, het is tot nu toe geen hoogstaande partij, maar wel een interessante wedstrijd. Ja, maar ook alweer apart. Er zit ook geen enkele logica in scoren verlopen. Het is niet te voorspellen. Alleen volgens jouw statistieken 91. Gaat Chesno dan winnen. Dat zou ook zomaar kunnen hoor. Nou, ik ben heel eerlijk, het zou ik net zo goed niet kunnen hoor. Maar bijzonder is het wel. Hij zal zeker het goede gevoel hebben, Chesno nu. Als je 4-1 achter staat en je komt uit de tweede break met 5-5. Ja, dan mag je niet ontevreden zijn. Nee, maar je ziet ook, Nicholson begint heel sterk aan de wedstrijd. Dan in dat tweede stukje krijgt hij ergens in het publiek gebeurt er iets wat hem irriteert. En dat kan hij dan ook niet uit zijn hoofd zetten. Hij blijft daar negatieve energie uithalen. Ja, terwijl je toch normaal heel weinig aan hem ziet. Weet je, in het spel zelf zie je niet zoveel aan hem. Ja, Chesno wel, hè? Die heeft het nu. Dat is logisch. Maar ja, Nicholson ook zeg. Wat heeft hij? 82 gemiddeld. 137. Ja, het is ook niet zo dat hij heel veel dubbels mist, want daar ligt het zeker niet aan. Nee, 45%. Ruim. Dat is gewoon niet goed genoeg aan de score. Chisnell naar Bolzoi. En die gaat dat goede gevoel nog even verder meenemen. Heeft Nicholson nu gebroken. Ja, en 4 scores van 100 of meer. In deze lek, dus dat ziet er goed uit. Ja, natuurlijk komt hij met een beter gevoel 100. Terug het podium op dan Nicholson. Dan is voor Nicholson is het natuurlijk niet prettig dat je dan ook direct moet beginnen. Je kunt je niet inspelen, niet verschuilen. Met als gevolg dat je direct gebroken wordt. Dan kan het wel eens gaan inwerken op je zelfvertrouwen. 45. Het begint nu ook weer met 45. Hij is het echt helemaal kwijtgeraakt. Begon fantastisch aan deze wedstrijd. De eerste 2 legs had hij maar 28 darts voor nodig. Toen zat zijn gemiddelde nog dik boven de 100. En nu dus 82. En dus kan het ook weer net zo snel terugdraaien, lijkt mij. Ja, maar ook hij is zo'n speler die op dit moment een beetje in de vrije val zit, hè, op de ranking. Hij heeft natuurlijk veel hoger gestaan dan die 19e plek van. Dus wat dat betreft kan die al niet echt een beroep doen op zijn zelfvertrouwen. Het moet dan wel gaan vallen.
21. En of al die bandjes om je werparm dan je daarbij helpen, ik weet het niet. Jacques? Nee, je ziet wel steeds meer spelers met die, ja, hoe noem je het eigenlijk? Ja, magnetisch, ja. Atoomgestuurde, ik weet het ook niet precies. Hij heeft ook nog zo'n blauw bandje. Het is dan zijn tweede 180. En de tweede van de wedstrijd. Martin Adams die had altijd zo'n kralenkettingje om zijn arm waar hij mee wierp. En daar stond dan de kleuren van de Engelse vlag. Of met een gouden armband. Ik snap dat niet. Dat lijkt mij irritant. Ja, maar ja. Ja, zeker bij iemand als inderdaad Martin Adams. Waarbij dat, die zag ik bij iedere worp dat hij zakken inderdaad. En weer omhoog en weer zakken. Eerst maar eens even die 45 van Chisnell. Dubbel 16. Hij heeft er twee darts voor. Om dan van een hele ruime achterstand naar toch wel een ruime voorsprong te gaan. 29. Ja, kun je verwachten dat Nicholson op dit moment 164 uitgooit. Het zou wel zo'n moment zijn waarin hij weer de wedstrijd kan keren. Vooral Nicholson fans, maar we het hopen. Eet hij eet? Ja, volgens mij wel. Is wat er over is. 96. David Lacroix 16. Ja, van de laatste 7 legs heeft Chisnell er 6 gewonnen nu. Begint er serieus goed uit te zien voor de man in het geel. Nicholson probeert in zijn eigen tempo te spelen. Probeert zijn concentratie terug te krijgen met name, heb ik het idee. Maar hij is daaruit. Ja. En dan is het heel lastig om er weer terug in te komen. Het oogt niet zo, maar je ziet het aan zijn spel. En het is meer proberen dan doen. Kijken waar het allemaal aan schort. Proberen het probleem te lokaliseren en op te lossen. 100. Laten we eerlijk wezen, Jacques. Op dit moment, beide spelers geldt dat voor. Hadden ze tegen een topper in vorm gespeeld, dan hadden ze al in de kleedkamer gezeten. Allang. Ja, het is ook altijd lastig om dat te bepalen. Want als je tegen een betere speler speelt, speel je misschien zelf ook wel weer beter. Ja, uit ervaring vertelde dat het niet altijd zo werkt. Nee. Ik kan me nog herinneren dat ik van Telen de finale won in Duitsland. En op het WK in de kwartfinale 2 legs won. Dus ik weet het niet hoor. Maar ik hou me aan je vast. Ja, dat is echt zo. Misschien nu even een opleving. In ieder geval even een juichmomentje, want het is de eerste 180 voor Paul Nicholson vandaag. En hij had het nodig op zijn eigen lek, maar kijk, daar komt Chisnell aan. 140, Paul Nicholson 139. Alle zeilen bij is het voor Nicholson. 118 over nog. En dus is dit slecht rekenwerk. En ja. Dat geeft me ook weer het gevoel dat hij er toch niet helemaal bij is. Ik stond al te kijken dat hij naar die 19 ging. Ik denk, geen enkele logica. Geen enkele. En die 121 kan gewoon uit natuurlijk, hè, voor de Bulls. Hij had hem al een keer geraakt. 2 legs geleden. Nu zat hij er ver van verwijderd. En ja, Nicholson moet deze leg houden. Maar als hij deze leg inlevert is het eigenlijk gedaan in de partij. En dus moet deze 80 gewoon uit. En dat weet hij ook. En dus neemt hij nog een beetje extra tijd. Probeert hij dat publiek af te sluiten. En gaat hij staan. Game show 13 flag.
En dit is knap. Want hij zit absoluut niet in de wedstrijd. Maar hij weet deze beurt dan toch voor de volle 100% te gebruiken. En gooi je zo'n finish dan, Ko. Is dit nou het talent wat deze jongens hebben? Waarom kan hij dit? Hij kan nog geen 80 punten bij elkaar gooien als hij scoort. En dit gooit hij twee pijlen uit. Hij zit in de juiste balans op dat moment. Natuurlijk weet hij dat hij het kan. Ik denk dat hij op dat moment even zijn hersens heeft uitgeschakeld. Met alle dingen aan informatie die door hem heen gingen. Van het publiek, van hoe de wedstrijd loopt, van wat er niet goed gaat. En gewoon op een natuurlijke manier die pijlen weggooit gewoon. Ik het zomaar zeggen. 39. Hij is nu bezig, als ik nu ook op de achtergrond bij Chisnall zie, hij is bezig met overconcentratie. Dat is ook niet goed. Hij probeert zich te veel af te sluiten. Je moet ook wel blijven genieten van hetgeen waar je mee bezig bent. Ja, hij zit nu dus, zoals ik het dan zie, in fase 2. Ja, de fase waarin je gaat proberen door je te erg proberen het goed te maken. Maar dat lukt vaak niet. Nee, dat lukt meestal niet zelfs. Maar, meestal niet. En dan is de volgende fase dus de fase waarin je denkt... 94. Nou ja, laat maar. Ik ga gewoon gooien. Gewoon vrijheid weggooien. Ja. Maar goed, hij staat nog steeds naast hem. Hè. Ik bedoel, het is maar 7-6. Wel een break. Nou, nu 140 en je hebt het initiatief. Daarom. Weet je, hij is nog niet weg. Alleen dit soort gesprekken krijg je doordat je niet ziet wat je van de mannen verwacht. Nee. En dan ga je proberen te analyseren. Ook Chisnall zie je af en toe met een worptechniek dat je denkt van jongens. 58. Ja, het gaat richting van Jockey Wilson op een beetje. Ik wou het net zeggen. Voor de jongere kijkers onder ons, google het een keertje op YouTube het of een andere digitale manier. Er zullen ongetwijfeld beelden van hem zijn. Dat was pas een aparte stijl en manier van gooien. Maar kijk naar History of Darts. Ook die was heel succesvol ermee. Ja, zo echt wel. Kan echt wel hoor. Goed. Nicholson toch onderweg om misschien de aansluiting weer te vinden. Of naast Chisnall te komen. 100. Poly require 116. Die moet uit. Triple 20, die gaat hij weer proberen. Nog één keer. Nee hoor, deze zat er even niet in. Dan wel die triple 19. Laat die 36 staan. 110 voor Chisnall. ...90 over voor hem. Ook hij gaat niet finishen. 43. Ja, dan nu. Mag je toch verwachten dat Nicholson die 36 wel gaat uitgooien. En wordt het gewoon 7-7. Weer die concentratie, weer die tijd, die rust. Even de handen droog blazen. En hij staat weer naast Chisnall. En zo blijft dit een vreemde wedstrijd. En zo blijft dit lastig te voorspellen. Het is ook niet ondenkbaar, Jacques, dat dit naar een verlenging gaat. Deze wedstrijd. 100. We hebben nog geen verlenging gehad op deze World Matchplay. Maar het is eigenlijk toch altijd wel een beetje traditie dat het gebeurt. Gemiddelden kruipen wel iets omhoog. Chisnall zit tegen de 90 aan te schurken.
Nicholson zit bijna op 86. 100. Chisnall heeft dat te danken aan die goede start na de break, na de tweede break. Had hij even een heel goed moment. Maar ook zijn niveau zat weer aardig. Ja, en dat is het verschil, in mijn mening in ieder geval, tussen dit soort spelers en de absolute toppers. Als de absolute toppers een wat mindere dag hebben, dan zakken ze niet zo ver door de ondergrens heen. Nee. Engelsen hebben daar een mooie naam altijd voor, hun B-game. Is goed. Het A-game is als je goed in vorm bent, maar B-game is als het wat minder gaat. En normaal gesproken is de speler met de beste B-game degene die de meeste wedstrijden en toernooien wint. 60 voor Nicholson. Dubbel 20. Zo blijft zijn finishpercentage 50%. Dat is dus wel goed. Daarom staat hij ook nog steeds in principe gelijk met Chisnall. En zo deze leg begint. Gaat het momentum weer van Chisnall naar Nicholson nu. En moet Nicholson of Chisnall nu proberen om dat weer te stoppen door zijn eigen leg te houden. En als je deze wedstrijd zo zich ziet ontplooien, dan heb ik in ieder geval het idee dat dit meer een wedstrijd is die Nicholson ligt dan een wedstrijd die Chisnall ligt. Chisnall moet het meer van de souplesse hebben. Nicholson is wat meer de vechter, denk ik. Zeker naarmate het eind van de wedstrijd nadert. Daar is Nicholson toch altijd net even iets harder misschien wel. Maar ja, goed, ik denk ook dat dit spelers zijn wiens A-game eigenlijk alleen maar naar boven komt op het moment dat zij overkomen vanuit een andere situatie, nieuw zijn. Weet je, en dan spelen ze 2 jaar, 3 jaar enorm goed op een heel hoog niveau. Ja, en dan handhaven. 96. Nou, op een gegeven moment wordt het toch gewoon werken. Hoe mooi het ook is. Ja, hoe vaak is het ook niet gezegd, Jacques. Naar de top komen, dat valt nog wel mee. Maar er blijven. Daar zijn veel meer voorbeelden van. Ja. En ook in de darten is het dus een waarheid als een koe. En dat doet helemaal niets af aan de kwaliteiten van deze mannen. Maar wat ze zouden kunnen is veel beter dan wat ze laten zien. 132. Goeie score van Chisnall, die kon hij gebruiken. 78 over. Nicholson gaat de druk opvoeren. Dat gaat hij in ieder geval proberen. Dat gaat hem lukken ook. Ja, en dan is deze 78 finish zo'n finish als een paar legs geleden. Die 80 van Nicholson. En Nicholson gooide hem uit. En dat heeft de wedstrijd zijn kant nu opgedraaid. Ja, en dat is ook hetgene wat jij zegt. Het gevoel van Nicholson. Want ik zie Chisnall nog niet doen. En 66 over nu. Kan nog wel natuurlijk. Ja, met het eerste verliesmomentje heeft hij al. Want hij heeft de 18 gemist. Hij heeft de tik al aan zichzelf uitgedeeld. En nu moet die bullseye erin. Dat is wel knap. Je kan zeggen wat je wil. Het is wel ontzettend knap. Met een schietgebedje gaat hij erin. Want dat was het toch wel een beetje hoor. Ja, dit is meer opluchting. Of als je hier wel, ik kan het. Geen probleem. Wel goed. Eerlijk is eerlijk. Heel goed. En dat doet toch ook bij Nicholson een beetje pijn. 16. Want ja, je denkt... Maar hij zal zich ook realiseren, want ik heb dat net met die 80 gedaan. Ja, maar je staat erachter, Koen. Ja. Jij hebt erachter gestaan. En je denkt, als die eerste pijl in de triple 4... Wat denk jij? Ik krijg een kans. Je denkt ook, lekker zeg. Ja. En vooral wanneer ze op boel moeten gooien. Want jij analyseert al die wedstrijden dan, omdat je ze allemaal ziet. Hoe vaak raken ze de boel? Percentagegewijs. Nou, 10%? Ja, zoiets denk ik. Dan is dit net die ene keer op de 10. Ja, en die tik is aangekomen. Ja, en je zit in de beslissende fase van deze partij. Dus je kunt je ook niet... Helemaal niets permitteren. Nee. Want hierna mag Chisnall de volgende leek beginnen. Ja, dit moet je vergeten. Je bent alweer aan het uitlopen. Het is natuurlijk jammer. Het is zonde. Maar je loopt al uit op de lek van Nicholson. Dat is dan ook wel weer mooi om te zien, Jacques. Het psychologische aspect in zo'n wedstrijd.
Ja goed, je hoeft niet altijd twee spelers te hebben die een gemiddelde van 110 gooien om een mooie wedstrijd te hebben. Dit is ook een mooie wedstrijd. Alleen anders mooi. Spannend. Onvoorspelbaar. Chisholm die pakt het nu aan hoor. Die ziet hoe het zit bij Nicholson. Nog een beetje minachting voor zichzelf. 60. Dit is het mooie van dart, hè? 5 minuten geleden dacht ik nog, Nicholson heeft het nu. Die gaat het niet meer weggeven. En nu denk ik, nogmaals 5 minuten later. De statistiek hebben we gelijk. Maar daarom, we roepen dat nu wel, we zijn er nog niet. Want ook al gaat Chisnall straks Nicholson breken, er is geen enkele garantie dat hij zijn eigen lek weet te houden. Voor de break en de voorsprong. En dan heeft hij nog één lek nodig, Chisnall. Dubbel 18. Dubbel 9. Ja, je kunt natuurlijk ervoor kiezen om een 1 te gooien. Of een 2 bedoel ik. Nee hoor, hij gaat er gewoon voor. En gooit hem, dat is dan ook wel weer goed voor zijn zelfvertrouwen. Ja, voor Nicholson zal hij niet makkelijk op worden, want in het publiek beginnen zich een paar mensen tegen hem te keren. Dus. Ja, voorafgaand aan deze partij hebben we al even gezegd dat twee spelers zijn die het best lastig hebben de laatste maanden. En voor wie dit dus een hele belangrijke partij is. En dat klopt natuurlijk nog steeds. En het lijkt erop dat Chisnall dan ook wel een lode last van zijn schouders afgooit hoor, als hij deze kan winnen. En hoe vaak hebben de heren in deze wedstrijd elkaar al niet gebroken? Onvoorstelbaar. Heel vaak. Je kunt me aankijken wat je wil, maar dat houdt mijn collega altijd bij, normaal gesproken, de break. Ik ben geen collega van je, Jacques. Nee, maar het is gewoon veel. Het is enorm. Ja. Nou, ook nu weer twee triples. Dan ben je wel lekker op weg, hoor. 2x140 heeft het momentum goed te pakken. En de ogen van Nicholson zijn al rood aan het worden. Je hebt ergens enorm veel moeite mee. Nou, inderdaad zeg. Oh, dit kost hem ook nog een boete. Ah, hij is echt... Ja, hij is helemaal verslag. En ik heb geen idee waar dat nu vandaan komt. Nee, ik moet je ook het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk kun je er ziek van zijn als je minder speelt. Ja, maar dit is niet... Dit is een andere emotie. Ja. Maar dit heb ik toch ook nog nooit gezien op het podium tijdens een wedstrijd. Maar goed, 121 voor de wedstrijd voor Chisnall. Nog niet op dit moment. Maar de voorsprong is ruim in de lek en... Ja, wij zijn eigenlijk op dit moment meer bezig met wat er aan de hand is met Nicholson. Ja, wij zijn niet de enige, want ook de regisseur heeft het duidelijk in beeld. Ja, het is niet alleen het verliezen of het slechte gooien, onmogelijk. Niet. 68 voor Chisnall is wel voor de wedstrijd natuurlijk. Daar moeten we ons ook op concentreren. Geen idee ook of Chisnall in de gaten heeft wat er aan de hand is. 68 in ieder geval. Dat zullen we zien als de wedstrijd voorbij is of Chisnall het door heeft. Dubbel 16. Eerste matchdart is gemist. Kan Nicholson het nog ombuigen? 160 is veel. Dan heb je 2 keer triple 20 voor nodig. Voorzitter.
David Uppelhout 32. Ja, hij zal niet blijven missen, Chisnall. Ook hij probeert zich echt af te sluiten. Het is een hele vreemde wedstrijd geworden. De partij tussen Dave Chisnall en Paul Nicholson. Met een heel vreemd, emotioneel einde. Met name bij Nicholson. Chisnall wint de partij met 10-8. Hij zit in de tweede ronde.